Je moet je voorstellen, om dan een dwarslesiepatiënt als voorbeeld te nemen, dat wanneer je een dwarslesie oploopt, dan zijn de zenuwvezels die in het ruggenmerg lopen, die zijn onderbroken. Dus eigenlijk zijn de telefoonkabels die daar door het ruggenmerg lopen, die dus vanaf de hersenen het ruggenmerg ingaan en dan uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de motoriek en sensorische signalen die uit de periferie komen, dat die zenuwvezels die zijn onderbroken. Dus de signalen die daar normaal lopen en natuurlijk essentieel zijn voor het functioneren, die signalen zijn weg en dan raak je verlamd. Dus wat wij proberen te doen is, we proberen die zenuwvezels weer aan te zetten tot groei. We proberen die weer te laten uitgroeien, zodat ze weer contacten gaan maken, nieuwe contacten gaan maken met de zenuwcellen die zeg maar beneden dat lesiegebied liggen. En als we dat zouden kunnen bereiken, dan zou zo'n patiënt dus weer functie terugkrijgen. Zover zijn we nog niet, want er zijn een aantal dingen waar we aan werken. Bijvoorbeeld als je zo'n beschadiging hebt van het ruggenmerg, dan ontstaat daar een littekenweefsel. Dat littekenweefsel dat is eigenlijk ondoordringbaar voor die zenuwvezels die daar liggen en die dus zeg maar beschadigd zijn. Nou, dan hebben we een methode ontwikkeld om dat litteken doorlaatbaar te maken voor die zenuwvezels. Nou, dat is een van de projecten waaraan we werken. En dat is een project waarbij we ook redelijk wat succes hebben. Dus dat is een project waarvan ik denk dat het uiteindelijk wel bij de patiënt zou kunnen komen. Dus in de laatste tientallen jaren hebben we een aantal dingen ontdekt die duidelijk hoop bieden, hoop geven. Dus als u nu vraagt over de toekomst, dan denk ik dat je weer in een dergelijk tijdsvak moet denken, dus tientallen jaren, waarin we die kennis die we nu hebben kunnen omzetten, hopelijk, in een echte aanpak richting een therapie. Als het zou werken, dan zou je dus goud in handen hebben natuurlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat kan je niet van tevoren voorspellen. De rattenexperimenten, de proefdierexperimenten zijn veelbelovend.